First Lady Ingrid Bouterse-Waldring heeft gisteren in verband met Moederdag aan diverse ziekenhuizen spullen gedoneerd. De gedoneerde goederen zijn bestemd voor de vrouwelijke verpleegkundigen die middels een lotingssysteem in aanmerking hiervoor kunnen komen. De donatie vond plaats op het kantoor van de First Lady. Mevrouw Bouterse sprak waardering uit voor deze beroepsgroep, omdat ze zich dagelijks inzet om patiënten te helpen. Ook in deze periode van de COVID-19-pandemie, waar er extra druk is op het medisch personeel, hebben deze verpleegkundigen zich van hun beste zijde laten zien. De goederen die verloot zullen worden zijn een wasmachine, een fiets, een ventilator en een zonnepaneel. De ziekenhuizen zullen de komende week de goederen verloten.